Zwerfkatten zijn een groeiend probleem in Eindhoven. Ze bezorgen overlast door het openkrabben van vuilniszakken, stankoverlast door sproeien en vooral 's nachts maken vechtende en krijsende katten veel herrie. De gemeente en de dierenbescherming werken samen om het probleem aan te pakken. Wat houdt de zwerfkattenactie precies in? Dat wil zeggen dat wij, als er een melding binnenkomt, gaan kijken of het om echt om verwilderde katten gaat. Dus niet gewoon om mensen hun huiskat. We gaan vangacties organiseren. De katten worden gevangen met speciale vangkooien. Ze worden gecastreerd, gesteriliseerd en daarna weer teruggezet. Waarom wordt deze actie gehouden? Omdat de overlast in Eindhoven ontzettend groot is. Er komen de hele tijd meer katten bij. En het zijn op dit moment al iets van 400 katten in Eindhoven, waar we alleen al meldingen van hebben gekregen. En de vermoedens zijn dat er nog veel meer zijn. En als je nu niks gaat doen, dan loopt het gewoon uit de hand. En dan heb je straks taferelen zoals je het in Rome en in Griekenland ziet. Gecastreerde en gesteriliseerde katten zijn veel rustiger. Paringsdrang, krijsen, vechten en sproeien wordt sterk verminderd. Ook groeien de groepen niet meer, omdat de dieren onvruchtbaar zijn gemaakt. Inmiddels zijn er zo'n 60 dieren gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. Maar de vangacties gaan voorlopig nog door. Hoe is het probleem eigenlijk ontstaan? Ja, het probleem ontstaat denk ik doordat mensen toch onverantwoord met hun huisdieren omgaan. Als ze gaan verhuizen, een kat achterlaten, op straat zetten en denken dat hij wel kan overleven. Hun eigen dieren niet steriliseren en castreren. En als maar nestjes laten komen. Soms komt er per ongeluk ook een tamme kat in een vangkooi terecht. Hoe weten jullie van een gevangen kat nou of dat misschien niet iemands huisdier is? Nou, de gemeente zorgt voor een wijkinfo die huis aan huis verspreid wordt. Daar worden alle mensen in de buurt, dus ook de katteneigenaren, gewaarschuwd dat wij aan het vangen zijn. En er wordt hen aangeraden om hun kat 's avonds binnen te houden. En te zorgen dat hij in elk geval een halsbandje met adreskokertje draagt of dat hij gechipt is. En verder kun je natuurlijk ook ontzettend goed zien aan het gedrag. Mocht er dan toch een keer een huiskat inlopen, dan kun je echt wel het verschil zien. Want een huiskat die zal heel lief mouwen en kopjes geven, terwijl een verwilderde kat dat zeker niet doet. Wie last heeft van zwerfkatten in de buurt of wie mee wil helpen met de vangacties, kan contact opnemen met de dierenbescherming.